Nou is deze natuurlijk midden in de fairway. Zoals ik dat zo vaak heb met het driven, mijn beste club in de tas, maar ook ik kom wel eens in de problemen. Maar problemen zijn er om opgelost te worden. Als het dan toch een keertje misgaat van de tee en je belandt uiteindelijk in de fairway bunker zoals we hier laten zien, laat ik twee opties zien. De makkelijke versie en zometeen de bal die wat verder ligt tegen de lip. Zowel, hij is wel dichter bij de vlag, maar wel een moeilijke schot. We hebben water voor de green, zo 150 meter naar de vlag. Om goed contact te maken uit de bunker is sowieso moeilijker natuurlijk dan van het gras. Dus het vraagt al om wat meer precisie dit schot. Nu is het 150 meter, verder geen bijzonderheden, dus ik sla nu een ijzer 8 richting de vlag. Ik laat jullie zo meteen zien wat ik met de tweede bal ga doen. Ik grip hem iets korter, om te zorgen dat ik eerst de bal raak, zo min mogelijk zand. En verder niet veel anders. Wow, heerlijke bal zeg. Hopen dat de contact was top. Ja, dit is een geweldige bal. Ik denk binnen 4-5 meter van de vlag. Nu liggen we wat moeilijker. Liggen we eigenlijk tegen de lip aan hier. In een harkspoor. Met water voor de green. Ja, dan zijn de opties of ik leg hem ervoor. Of ik probeer iets bijna onmogelijks. En dat is richting de green. Hij moet hoogte maken. Je moet goed contact maken uit de bunker. Wat al moeilijk is. Uit deze ligging helemaal. Dus ik kies hier voor om hem op te leggen voor het water. En dan vervolgens te proberen om het volgende schot weer dichtbij te krijgen. Maar ja, zorg dat je gewoon je verlies pakt. Dit is een slechte bal, een beetje pech met de ligging. Maar ja, dat gebeurt ons allemaal. Pak je verlies. Probeer hem weer zo goed mogelijk neer te leggen. En het volgende schot weer zo goed mogelijk je best te doen. Dus hier eigenlijk een 60 meter bunkerschot ongeveer. Ik heb hier de sandwich. Blad hoeft niet zo ver open. Eigenlijk een wat langer bunkerschot. Ook die is perfect uitgevoerd. Ik heb mezelf weer in positie gebracht. Vanuit daar kan ik een goede wedge slaan richting de vlag. En uiteindelijk, nou ja, hopelijk alsnog mijn par redden. Een nieuwe situatie. Ik heb geen backswing. Dus wat ga ik nou doen? Wat is nou verstandig? De green ga ik niet halen. Ook al lag er geen water voor de green. Was gewoon geen optie. Ik kan niet genoeg backswing maken. Dus geen snelheid. Ik probeer hem eigenlijk zo ver mogelijk in de rechterkant van mijn stand te leggen. Dus de loft van de club wordt minder. Dus zorg ervoor dat je in ieder geval genoeg loft op de club. Dus niet een ijzer 8 wat je normaal zou doen misschien. Maar sandwich of een lob wedge, want doordat je hem achter in de stand legt, komt er minder loft en je wilt toch een beetje hoogte. Maar het moet ook weer niet te ver, want anders ligt hij in het water. Nou ja, al met al niet heel veel geluk. Maar het was ook een slechte bal van de tee. Nou, dan hoop je altijd nog wel een schot te hebben, maar deze keer valt het tegen. Dus bal achterin, kort grippen, heb ik toch nog een beetje snelheid. Korte beweging naar achter. Ik heb net de fairway niet gehaald, dus goed contact. Maar ja, zoals ik al zei, geen ideale ligging. Een uitdagende ligging hier. Hij ligt op zich goed, maar we zien de takken overhangen. Eigenlijk de palmboom hier links staat net niet in de weg, maar de wind van links helpt daar niet bij. Dus we willen er eigenlijk omheen en ook nog laag, maar niet te laag. Want we hebben weer het heuveltje, dus het vraagt om een hoop gevoel. Wat doe ik hier? Is ongeveer 150, 160 meter. Ik moet hem dus laag houden. Ik moet een beetje drawen. Tegen de wind in en om de palmboom heen. Ik grip hem iets korter. Ik heb een ijzer 7 hier in mijn hand. Ook vraagt het nog om een bepaalde goed contact hier. We liggen toch half een beetje in het zand. Ik start hem iets rechts, probeer hem terug te laten komen en richting de vlag te laten krullen. Begin in iets links, balpositie gaat iets terug in de stand.
niet te ver, want anders dan komt hij hier niet overheen. En dan drogen we hem als het goed is naar de vlag toe. Oh, het is die mooi zeg. Jezus, net echt man. Nou, daar had ik een applausje voor gekregen hoor. Nou doe ik dit natuurlijk heel vaak. Maar dit lukt mij ook niet altijd. Ik heb hier nog een balletje. Ja, hij ligt op precies dezelfde plek. Dat ik dit 2 keer op rij kan gaan doen, die kans is niet heel groot. En voor mensen die niet zoveel golf als ik en er ook geen werk van maken, is het misschien verstandig om te zeggen, ik chip hem terug, ik pak mijn verlies en ga vandaar weer lekker verder. Dan nog moet hij wel goed. Het is een chip, maar ja, een beetje lang, een meter of 60 moet hij terug. Perfect zou zijn op de fairway terug. Hup. Ook die is perfect. Net voor het water, op de fairway, terug in het spel. Wat het allerbelangrijkste is. En vandaar kan ik alsnog mijn par redden. Ja, na een ongelooflijk verre drive is hij toch door de fairway gerold. En komen we hier uit. Hij ligt downhill in de rough. Nou ja, eigenlijk het enige wat je ziet is water. En dan daarachter is de green. Daar staat het vlaggetje, maar waarschijnlijk de meeste amateurs die zullen hier denken van, oh mijn god, hoe gaan we dit nou doen? We hebben denk ik een meter of 70, dus het is niet heel ver meer. Een lob wedge. Omdat die downhill ligt, zal de lof van de club wat minder worden. Balpositie moet een beetje naar achter, want ik kom de bal eerder tegen. Belangrijk is dat je met je schouders mee gaat staan met de helling. Om uiteindelijk toch nog goed contact te maken en die bal omhoog te krijgen. Want anders dan komen we echt niet over dat water heen. Ja, de andere optie is, maar ja, dat is daar, maar dat gaan we echt niet doen natuurlijk. Dus, balpositie goed. Balpositie is naar achter. Schouders mee. Ja, en sla hem gewoon richting de vlag. We hebben hier 2 opties. We hebben een boom boven ons, we kunnen niet omhoog. We hebben de bunker voor de green. En daarna denk ik 10 meter tot de vlag. Het mooiste is natuurlijk dat je wil eigenlijk altijd naar de vlag toe. Maar is dat de beste keuze hier? Linksom is ook nog een optie. Dan ontwijk je de bunker. Maar de put voor par wordt wel erg lang. Dus we gaan ze alle twee doen. Kijken welke het beste uitkomt. Maar ik wil ook wat spin creëren. Maar ik wil niet te hoog. Want dan raak ik de boom en dan eindig ik alsnog in de bunker. Ik ga iets dichter bij de bal staan. Wat ik normaal zou doen is hier. Iets dichterbij. Dus de hiel van de club komt er iets omhoog. Daardoor zal hij iets lager gaan. Oh, hij landt perfect in de fringe. Nou, die kon eigenlijk niet beter. Ik denk 2 meter achter de hole. Goede kans voor par. Maar wel risico gepakt. Daar houden we een beetje van. De tweede optie is de veilige optie. Ook al vraagt het nog wat concentratie. Want hij lijkt makkelijk, maar je wilt toch goed contact maken. En om hem op de green te krijgen, ja, zou je toch nog een goed schot moeten slaan. Wel een stuk makkelijker dan de eerste. Ik gebruik hierbij een lob wedge. Waarom ga ik dichterbij staan? Is dat als ik wat verder weg ga staan, zijn mijn handen iets lager. En heb ik iets meer loft op de club. Als ik dichterbij ga staan en de hiel van de club iets omhoog komt, kan ik het blad een beetje sluiten en zal de bal wat lager gaan. Maar je wil niet te weinig loft, hè? Dus je kan niet naar een 9 of een pitching wedge. Dan zal hij te hard gaan en dan zal hij misschien in de rough blijven hangen. Dus we willen wel een beetje vlucht, maar niet te veel rol. Dus we gaan iets dichterbij staan, hiel een beetje omhoog.
perfect gespeelde bal. Twee putjes, bogey, weglopen, verlies nemen. Dat is natuurlijk wat bij het spelletje hoort. Maar daarvoor is waar we het ook allemaal spelen. Het blijft een uitdaging. Ik wens jullie heel veel plezier met deze interessante liggingen die ik zojuist heb uitgelegd. En tot de volgende keer.